Welkom bij Bauhaus Groningen aan de Bornholmstraat. Ik nodig je uit om even een kijkje binnen te komen nemen. 9 maanden is er hard aan gewerkt en vandaag was het dan eindelijk zover. De officiële opening van Bauhaus Groningen. Het gebouw aan de Bornholmstraat is de mede eerste vestiging van de Zwitserse bouwmarkt die in Nederland haar deuren opent. Vandaag waren de deuren geopend voor stadjers die de afgelopen periode een uitnodiging hadden ontvangen, zodat het bedrijf daarmee haar vestiging uitgebreid kan testen. Volgens vestigingsmanager Herwin Oost gaat het vrijwel probleemloos. Tot nu toe gaat het heel goed. We hebben om 10 uur de deuren geopend voor het publiek. We zijn tot 6 uur vanmiddag zijn we geopend. En we zeggen, het is een generale repetitie, dus morgen vroeg gaat het echt gebeuren. De afgelopen maanden is er aan de Bornholmstraat hard gewerkt. Vorig jaar november zag het terrein er nog uit als een grote kale vlakte. En nu, 9 maanden later, staat er een compleet draaiende bouwmarkt. In november stonden we hier voor de eerste paal. Sindsdien is het geraamte gebouwd en eigenlijk de laatste 7 weken is de winkel ingericht. Dus als we dat hele verhaal op een tijdlijn samenvat, is eigenlijk in 6, 7 weken is Bauhaus Groningen ontstaan, wat je nu kunt zien. Ja, Herwin, dit is een van de bijzondere ruimtes in jullie nieuwe filiaal. Klopt, dit is onze stadstuin, dat is het tuincentrum van Bauhaus. Wat zien we hier vooral? Wat je hier ziet zijn eigenlijk 3 werelden. We hebben binnenplanten, de kamerplanten. We hebben buitenplanten, van kleine struiken, heesters tot aan bomen. En we hebben een heel groot seizoensplein. Dus denk aan de barbecues, de tuinmeubelen en ook de kerst uiteraard. Want het schiet er ook weer aan te komen. Vandaag was er al flink wat publiek te vinden in de bouwmarkt die gelijk ook hun slag proberen te slaan. Ze zijn behoorlijk onder de indruk van het nieuwe gebouw. Heel groot. Heel groot. Even wennen, maar het is wel heel mooi. Geweldig. En wat vindt u er zo geweldig aan? Nou, enorm groot en een groot assortiment. Echt indrukwekkend? Ja, zeker. Vriendelijke mensen, lekker licht, overzichtelijk, maar wel heel veel. Wat de vestiging van Bauhaus misschien wel het meest bijzonder maakt, is een heuse drive-in. De klant die rijdt hier naar binnen met zijn auto. Die gaat naar het vak waar de spullen liggen die hij nodig heeft. Hij laadt het in de auto, op zijn aanhanger of in zijn busje. Rijdt vervolgens naar het kassapoortje en hij betaalt en hij rijdt weg. Achter u zien we een aantal slagbomen staan. Daar kunnen de mensen dus naar binnen rijden. En vervolgens kunnen ze gewoon hier hun spullen inladen die ze nodig hebben. Ja, dat is helemaal correct. Dus we besparen daarmee heel veel tijd en inkoopgemak. Want we hebben geen gevaarlijke situaties met karren waar bijvoorbeeld platen op staan van 2,50 meter. Bauhaus Groningen werd afgelopen middag officieel geopend. Morgenochtend vanaf 7 uur is iedereen welkom. Dankjewel. Hoi.